Peter, we gaan vandaag de Duunse landen in. Ja. Maar sommige mensen kennen het ook als de Bulten. De Bulten of Duitslandbossie. Duitslandbossie? Ja, Duitslandbossie. Dit is eigenlijk het waterwindgebied de Duunse landen. Ja. En dan hier in de omgeving noemen ze dan ook wel een verbastering van die naam Duitslandbossie. Waar komt dat vandaan? Heeft dat met Duitsland te maken? Nee, maar ik denk dat gewoon een verbastering is van die naam, Duitse landen. En dan wat er gauw Duitsland, Duits, zeg maar. Ja. En hierachter leert de Hunze. Ja. En ik ging als klein jongetje, en ik kom hier uit de buurt, ging ik met mijn pa ging ik hier het pad af. En dan gingen we met de Hunze vissen achter Duitslandbossie. Ah, dus dit is echt nostalgie voor jou. Je zou je eens nostalgie kunnen noemen, ja. Ja. Maar dit bosje is nog ouder, hè? Ja, dit bosje staat zo ongeveer 120 jaar oud. Dus dat is nou, en je kunt het ook wel zien aan die eiken, die staan ook heel grillig, staan ze daarbij. Ja, maar dit is dan een klein bosje. Ja. En Duunse landen is veel groter. Ja, dat is veel groter en dat is ook ons waterwindgebied. En dat is alleen allemaal grasland en dat zul je straks ook zien. Ja, we gaan die kant weer op. We gaan die kant op. Goed. Ja? En als je goed ziet, dan zien we straks ook nog de seisjes overvliegen. Oh, we horen ze wel al, hè? Ja, we horen ze al een beetje. En we hadden het net over dat hele oude bosje daar, maar dit is dan weer vrij nieuw, hè? Dit is vrij nieuw, vrij jong. En dit waterwindgebied is eigenlijk in de jaren 90 hebben we dat gerealiseerd. En je moet je voorstellen, voor de jaren 90 was dit gewoon een soort landbouwgebied voor veeteelt. En daar hadden we gewoon graslanden met hele diepe afwateringssloten met het doel om het water zo snel mogelijk af te voeren. Ja, dus eigenlijk een vrij saai landschap. Ja, echt een vrij saai landschap, ja. En als je dan sloten hebt die vrij diep liggen met een heel steil talud. Nou, en dat is de biodiversiteit is ver te zoeken. Ja. Dat zie je verder niet. Nou ja, dan hebben we wat aan gedaan. Ja, en wat hebben jullie eraan gedaan? Want het kronkelt hier nou mooi. Ja, zoals je een beetje ziet, hier hebben we diverse van die sloten, wat ik net heb genoemd, hebben wij gedempt en omgelegd. En een beetje een natuurlijke vorm, een kronkelende vorm. En het water is hier ook super helder, hè? Heel helder, hè? Dat is echt eerste kwaliteit water. Maar dit is dan vrij nieuw. Is alles hier dan nieuw? Nee, alles is hier niet nieuw. Maar ik kan je het wel even laten zien hoe dat er eerst uitzag. Vroeger. Vroeger. Goed. Lopen we daarheen. Kijk, hier zijn we in het gebied zoals dat het eerst was waar we eerst hebben gestaan, daar op het bruggetje. Zo zag dat er vroeger uit. Zo zag het er vroeger uit. Dan kunnen we zien een heel ander landschap. Ja. Veel strakker. En dan ook die sloten met die steile talud. En dit is op zich wel een heel mooi verhaal, want dit is een kanaal wat naar Annen toe ging, werd eerder gebruikt voor turf aanvoeren en afvoeren. En toen was het ook niet breder dan dit? Ja, het was wel iets breder, maar dat is gaandeweg hebben ze dat smaller gemaakt, ja. Omdat ze het land nodig hadden voor de landbouw. En even verderop, daar is wel, de kruiste daar de Hunze en hadden we dan een zogenaamde aqueduct was hier nog. Serieus? Ja. Maar dat is allemaal weg dus. Dat is allemaal weg. Wat zonde. Is er niks meer van. Ja, dat is heel jammer.